In de tweede klasse was er gisteravond de topper tussen Antwerp en RWDM Brussels. Twee clubs die zo snel mogelijk opnieuw willen promoveren naar eerste klasse. En in de strijd om die promotie deed Antwerp een uitstekende zaak. Voor opnieuw duizenden supporters op de Bosuil won het met 4-1. Jimmy Floyd Hasselbaink is de trainer die traditieclub Antwerp terug naar eerste moet brengen. Bijna 9000 toeschouwers, dat is meer dan de gemiddelde eerste klasser, komen kijken naar de klassieker tussen Antwerp en RWDM. In de zesde minuut al trapt John Bostock Antwerp op voorsprong. Na een kwartier tackelt Camara met twee voeten vooruit, terecht rood en RWDM met 10 verder. 10 minuten voor de rust profiteert Kevin Tano van die man-meersituatie. 2-0 Antwerpen op weg naar een belangrijke zege. Na de rust verrast RWDM met de aansluitingstreffer, maar Salomon Nirisarike zet het Antwerpse overwicht 20 minuten voor tijd om. 3-1. En in de slotfase is het Jordan Fauché die knappe 4-1 eindstand vastlegt. Antwerpen doet een uitstekende zaak en wordt vierde in de stand.